In navolging van de gewone plafondverlichting komt het Vlaamse Dreamled met de CSL100. Een nieuw stukje plafondverlichting, maar met één opvallend detail. Er zit een oogje in het midden en die zorgt ervoor dat er gewoon een bewegingsherkenning in zit. Met andere woorden, de lichtschakelaar, die hoef je niet meer te gebruiken. Dat maakt hem ideaal voor ruimte, als bijvoorbeeld een washok of technische ruimte, waar je binnen wil lopen en eigenlijk meteen licht wil hebben. Misschien zelfs op het toilet. Als we kijken naar de doos, dan zien we dat er nog een aantal aanpassingen zijn ten opzichte van de plafondverlichting die we kennen van Dreamled. En dat is wel dat we kunnen kiezen tussen de tint wit die eraf komt. We kunnen warm wit op 2700 graden Kelvin nemen. We kunnen gewoon natuurlijk wit op 4000 graden Kelvin. Of we gaan voor koud wit op 5500 graden Kelvin. En dat koude wit is natuurlijk weer een beetje blauwig. Kijken we naar het verbruik. Op 3 watt krijg je toch al 240 lumen van het lampje. Ga je voor de volle 10 watt, dan krijg je 800 lumen. Best oké dus. En wat ik al aangaf, er zit een afstandsbediening bij om hem helemaal in te stellen. Nou ja, goed. Het energieverbruik, weinig. Dat zal je niet verbazen. Hierachter komt nog een keertje alle details. Een van de interessante details is bijvoorbeeld de hoek waarin hij licht uitstraalt. Dat is 120 graden. En het feit dat er maar liefst 90 ledjes in verwerkt zijn. Het zijn allemaal SMDHP ledjes. Dus wat dat betreft heeft de crew van Dreamled wel echt voor kwaliteit gekozen. Nou, we gaan de verpakking eventjes opensnijden, kijken wat er al in zit. We zijn gewend van Dreamled bij dit soort producten dat de hoeveelheid installatiemateriaal buitengewoon royaal is. Deze lamp is niet gemaakt om te hangen in tegenstelling tot de andere lampen die we tot nu toe gedaan hebben van ze. Maar wel gewoon om op het plafond of op de muur gemonteerd te worden. Nou, het eerste zakje wat we eruit halen, twee zelftappende schroefjes, houtschroeven en pluggen erbij. De pluggen kun je natuurlijk ook gewoon in beton zetten, kwestie van even voorboren. Nou, het hele pakket komt er in één keer uit. Hier aan de onderkant voel ik de documentatie, handleidingje. Nou, ik verwacht dat dat gewoon weer redelijk compleet is, zoals we eigenlijk wel gewend zijn inmiddels van Dreamled. Hier zien we de afstandsbediening, het platte kaartmodelletje wat we een beetje gewend zijn. We kunnen de lux hier instellen, zie ik al. De sensor kunnen we instellen. De dimming, kennelijk zit er een soort van timer in. Ja, natuurlijk, hij gaat automatisch uit, dus dat is niet vreemd. En we kunnen hier de wit tint instellen. En lux, dat staat natuurlijk voor de hoeveelheid lumens die eruit komen. Oftewel schakelen tussen 3, 5, 7 en 10 watt, zo uit mijn hoofd. Dat stond voor op de doos. Komen we in de review op terug. Lampje zelf. Netjes verpakt in bubbeltjesfolie. Mooi wit frame. Nou, dit blokje dat kennen we wel. Dat gebruikt Dreamled ook voor de hanglampen die we tot nu toe getest hebben. Of tenminste de andere LED-panelen waar de motion sensor niet in zit. Dit is de motion sensor. We zien echt een lensje hierin zitten. Waar duidelijk veel aandacht aan is besteed om dat goed te ontwerpen. En hier zien we eigenlijk het bekende... ja, mat glas of mat plastic, ik weet niet goed wat het is. Waarachter alle ledjes verstopt zitten om te zorgen dat het licht mooi egaal uitstraalt. Hoe dan ook, voor een plafond of wandlampje ziet dit er heel netjes uit. Spuitwerk ziet er ook gewoon gaaf uit. Ziet er ook lekker dik uit, dus dat betekent dat het echt gewoon mooi egaal is. Ja, eigenlijk is dit niets om tevreden over te zijn. Als ik kijk op naar de beugel, ik zie voldoende gaten, dus ja, er zijn heel wat installatiemogelijkheden. Maar nou ja, goed, installatiedraadje zit er al aan. Heel handig, kroonsteentje met een wippertje. Super, hele mooie surface. Dus je hoeft in principe niet te schroeven voor deze. Dan zeg je, je zal de beugel vast moeten schroeven, maar je hoeft niet met schroevendraaiers te klooien met het kroonsteentje. Dat klik je gewoon vast. Heb ik nog niet eerder op een lamp zien zitten. Nu moet ik zeggen dat we niet zo heel veel lampen reviewen, want de meeste lampen die zijn niet zo heel spannend. Maar dat Dreamled de boel op deze manier afmonteert, vind ik heel erg netjes. Nou, we gaan hem zo meteen ophangen. Wil je weten hoe deze Dreamled Ceiling Sensor Light bevalt? Check even de link onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je alles over deze Dreamled Ceiling Sensor Light.